Ik vind mama, nu dat ze borstkanker heeft, vond ik eerst toen ze het net had. Toen ging ze ook, is eigenlijk ook, doet ze ook eigenlijk gewoon dezelfde dingen en zo. Maar dat doet ze nu ook nog steeds. Maar nu wordt ze bij alle dingen veel sneller moe. Maar ze is niet echt, als ze misselijk is of hoofdpijn heeft of zo, dan is ze niet of zo heel anders. Alleen is ze vaker ziek en dan moet ze wat vaker bij mijn vader zijn. En mijn moeder moest een behandeling krijgen, moest ze 6 keer chemo. En dat gaat dan om de 3 weken, moet ze dan weer naar het ziekenhuis om chemo te krijgen met een soort infuus. Ik dacht eerst van, als je bukt, dan valt die pruik er toch af. Maar daar zit een soort klittenband binnen. En dat is wel fijn. Maar ik vind zelf de doekjes ook heel mooi bij mijn moeder staan. Wat ik met mijn wens is dat ze zeg maar ook beter wordt. En ook niet zo heel veel pijn gaat krijgen van de chemo. En haarpijn krijg je soms ook wel eens. En ja, dat het allemaal weer helemaal goed komt en dat ze niet veel pijn heeft. Ik voel me nu over mama dat ze heel sterk is. En dat ze ook met de chemo en alles heel sterk is. En dat vind ik best wel knap van haar. Dus daar ben ik best wel trots op.